Hij mag voor de camera staan, maar... Ja. Mooi. Ze hoeven mij namelijk niet te zien. Nee. Dit was de presentatie van nummer 2. Vader Ulbe. Een paard met ruim voldoende rastype, mooie opzet in het hoofd en hals, mooie lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw zou die in de rug iets sterker mogen zijn, maar is wel lang gelijnd. Zit een goed kruis in. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit. De stap heeft ruimte en het sluit goed aan. In de draf zou die voor ietsje meer ruimte mogen maken, maar heeft wel houding en zweefmoment. Krijgt een eerste premie. Het is een mooi begin van de dag. Dan kan nummer 3 de baan in. Het zou prettig zijn als we lekker vlot doorwerken, want we hebben 50 veulens. Een veulen met veel rastype, goed hoofd en een mooie opzet. In de bouw heeft hij een correcte bovenlijn. Beenwerk is ook correct. In de stap zouden we graag wat meer ruimte zien, zowel voor als achter. Is hij ietsje kort. In de draf heeft hij wel taktmatig, maar zou meer actie in zijn achterbeen mogen hebben. Wat meer onder de massa kunnen brengen en ook wat meer souplesse in de rug kunnen tonen. Krijgt een tweede premie. Number 3 gets a second premium.
4. Hij heeft een voldoende rastype. Zou ietsje meer uitdrukking in het front mogen hebben. In de bovenlijn is hij voldoende. Ietsje week, valt ietsje weg achter het schoft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap heeft hij wel voldoende takt, maar zou nog wat meer ruimte mogen maken, iets meer kracht kunnen laten zien. In de draf is hij wat hoog in tempo en zou hij meer draging moeten laten zien. Krijgt een derde premie. Number 4 gets a third premium. Veulen nummer 6 is een paard met veel front, hele goede halsopzet en in de bouw lang gelijnd, goede overgang van de rug, ietsje strak in de lendenen, maar hij beweegt zich goed. In het beenwerk zou ietsje correcter mogen, is ietsje koehakkig en voor wat Frans. De stap is wel ruimte, zou achter ietsje meer buiging mogen laten zien. In de draf heeft hij een goede, natuurlijke manier van lopen met zweefmoment. Krijgt een eerste premie. In de baan.
nummer 5 zou in zijn totaliteit qua ras wat meer uitstraling mogen hebben in zijn hoofd. In de bouw, in de bovenlijn zien we graag iets sterker. Het beenwerk zou achter wat correcter mogen zijn, wat koehakkig. Stapt wel met ruimte en draaft ook met voldoende ruimte. En daarom vanwege de beweging krijgt hij een tweede premie.
nummer 7. Heeft veel front en een mooie hoofd-halsverbinding. In de bouw is hij in de rug iets week, maar is wel lang gelijnd. Het beenwerk is goed gesteld. In de stap zouden we graag meer ruimte zien vanuit achter naar voren, maar is wel takmatig. De eerste ronde twijfelde daar wat aan, vandaar dat hij nog even gestapt heeft. En in de draf maakt hij wel ruimte, maar zou achter wat meer onder de massa moeten brengen. Maar door zijn goede ras en bovenlijn en lang gelijndheid krijgt hij een tweede premie. Horse number 7 gets a second premium.
is een veulen met een mooie opzet. Heel luxe in de opzet. Mooi hoofd, klein hoofd. Lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw is hij ook correct. Bovenlijn goed. Goede aansluitingen. Het beenwerk is ook ruim voldoende. Alleen in de beweging missen wij de souplesse in zowel en ook de kracht op dit moment in zowel de stap als de draf. Zou die meer ruimte moeten maken. En daarom krijgt hij vanwege de beweging een derde premie. Nee, hij had nog een vriend. Nee. Het telt dubbel. Veulen nummer 9. In stand heeft hij wat onderhals. En zou die de aansluiting rug, lenden en sterker kunnen zijn. Is ook wat neerwaarts gebouwd. In het beenwerk is wel voldoende kwaliteit. In de stap maakt hij ruimte. Wordt hij echt mooier. Maar heeft hij mooie houding. En in de draf laat hij een mooi zweefmoment zien. En ook lossigheid. Hij krijgt een tweede premie. Number 9 gets a second premium.
Veulen nummer 10 is een veulen met veel luxe. Mooie hoofd-halsverbinding, ietsje onderhals, maar wel veel uitstraling in het front. De bovenlijn is goed, sterk en goede verhoudingen in het lichaam. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap maakt hij wel ruimte en ook voldoende takt. In de draf heeft hij een mooi voorbeen en ook mooie houding. Zou nog ietsje meer ruimte mogen maken, maar een goed veulen met krijgt een eerste premie. Een veulen met ruim voldoende rastype. In de bovenlijn zou die ietsje meer kunnen aansluiten, met name kruislendenen. Het beenwerk is ietsje gehoekt. Stapt met veel ruimte en ook wel goed gebruik van het achterbeen. In de draf heeft hij mooi voorbeen, zou achter wat beter kunnen onderbrengen. In zijn totaliteit krijgt het veulen een tweede premie.
Het is een paard wat iets op de voorhand gebouwd is. Zou ietsje meer opzet kunnen hebben in de hals. In de bouw is die wel voldoende, maar het zou wat langer gelijnd kunnen zijn. Beenwerk is wel goed gesteld. In de stap en de draf missen wij op dit moment toch wel wat takt. En ook wat ruggebruik krijgt een derde premie. Nou, wie schenkt er even? Veulen nummer 14 is een veulen wat evenredig gebouwd is. Zou misschien iets langere lijnen kunnen hebben, maar de verhoudingen zijn goed. Heeft ook voldoende edel in het hoofd. Beenwerk is goed gesteld. We hebben hem even opnieuw laten stappen, omdat hij wat kort stapte aan de hand, aan het lijntje. Maar na de draf laat hij voldoende ruimte zien. In de draf hebben we gezien dat hij omhoog gaat, dat hij wat gaat zitten, dat hij goed voor- en achterbeen gebruik heeft. Krijgt een eerste premie. Nummer 14 gets a first premium.
nummer 16. Een vele wat mooi lang gelijnd is, een goede opzet heeft. Lange hals, lichte hoofd-halsverbinding. Beenwerk achter wat een verdikking, maar niet op een plaats die heel ernstig is. Is lang gekoot en ietsje stijl op de achterbenen. In de stap heeft hij voldoende ruimte. In de draf zou hij achter meer moeten onderbrengen. Maar door zijn goede ras en goede bouw krijgt hij een tweede premie. Luxe veulen met veel uitstraling in het front, ook mooie bovenlijn, goed gebouwd. Beenwerk zou voor iets correcter mogen, is wat Frans in het voorbeen. De stap is met veel ruimte, ook goed geplaatst de achterbeen. In de draf zien we graag dat hij meer het achterbeen onder de massa zet, krijgt een tweede premie. Nummer 17 gets a second premium.
Veulen nummer 18. Een voldoende rastype, heeft een mooi hoofd. Zou wat langer in de hals mogen zijn. En ietsje beknopt. Zou ietsje langer geleid mogen zijn in de bovenlijn. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt wel met ruimte en draaft ook met impuls. Zou nog iets meer houding mogen maken, iets meer mogen gaan zitten. Krijgt een tweede premie. Heeft ruim voldoende rastype. Bovenlijn, als hij niet in verzet is, is hij wel voldoende. Zou wat langer in de hals mogen zijn.
beenwerk is van goede kwaliteit, is goed gesteld. De stap maakt hij veel ruimte. In de draf heeft hij wel een zweefmoment, maar zou hij achter nog wat ietsje meer onder kunnen brengen. Ho! Krijgt een tweede premie. Veulen nummer 20, een paard met een heel mooi rastype, mooie lange hals, goede hoofd-halsverbinding. In de rug is hij ietsje week, maar verder is hij wel lang gelijnd en heeft hij goed ontwikkeld voor de leeftijd. Beenwerk is correct gesteld, in het voorbeen achter ietsje gehoekt, stapt met ruimte en draaft met het zweefmoment en maakt ook goede houding. Hij krijgt een eerste premie.
Paard 21 is voldoende rastype, wel klein hoofd. Ietsje onderhals, komt iets lager uit de borst. De bouw is in de bovenlijn wel goed. Zo kruis zou ietsje langer mogen zijn. Beenwerk heeft wel een goede stand. In de stap heeft hij wel ruimte, maar maakt hij weinig buiging in de sprong. Zou meer activiteit in de spronggewricht mogen laten zien. En in de draf is eigenlijk hetzelfde. Zou de achterbeen actiever onder het lichaam moeten plaatsen. Maar krijgt vanwege zijn goede ras en bouw toch een tweede premie. Nummer 21 gets a second premium. Nummer 22 krijgt, is voldoende rastype. Zou ietsje meer lang gelijnd mogen zijn. Wel correcte bovenlijn. Beenwerk zou wat beter gesteld kunnen zijn. Is wat koehakkig. In de stap zou die zijn stap meer moeten afmaken. Het is wel takmatig, maar wat gehaast. En in de draf is echt een beetje hetzelfde beeld. Wel ruimte. Maar zou iets meer souplesse en iets meer draging kunnen laten zien. Krijgt een tweede premie. Nummer 22 gets a second premium. In de baan komt nummer...
Een veulen met veel rastype, hele luxe hoofd-halsverbinding, mooie uitstraling. In de bovenlijn is hij voldoende, zou wel ietsje week, zou ietsje mooier kunnen aansluiten op de lendenen. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zou hij achter en voor wat meer ruimte moeten maken, meer pas moeten laten zien. De draf heeft hij veel zweefmoment en een goed gebruik van het achterbeen krijgt een tweede premie. Nummer 23 gets a second premium. Nummer 24 is wel een veulen met een klein hoofd, goede hoofd-halsverbinding. In de bovenlijn zou die ietsje meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk is wel voldoende kwaliteit, is ietsje gehoekt. De stap heeft voldoende ruimte en de draf. Heeft hij iets stekerig voorbenen, zou die de draf de pas wat meer moeten afmaken, iets meer draging mogen laten zien. Maar alles tezamen krijgt hij een tweede premie. Horse number 24 is getting a second premium. Er was hier een paar.
Veulent 25 zou een wat lichter hoofd-halsverbinding mogen hebben, iets meer een opgezette hals. In de bovenlijnen zie je ietsje neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap maakt hij wel ruimte. In de draf zouden we graag dat hij meer de passen afmaakt, iets meer draging laat zien en ietsje meer gaat zitten. Maar alles tezamen wordt het een tweede premie. Nummer 25 gets a second premium. Veulen met veel opzet, mooie rastypen en ook rijzig en groot veulen. In de bouw zou die in de rug iets sterker kunnen, maar heeft ook positieve kanten.
in de beenwerk is goed geplaatst, stapt kort, met weinig buiging in de sprong en ook in de draf zouden we graag meer souplesse en meer kracht zien. Maar door zijn goede ras en beenwerk krijgt hij de tweede premie. Dan komt in de baan Paans. Zou wat mooier in de hoofdhalsen binnen kunnen zijn en ook in de bovenlijn wat meer aangesloten. Beenwerk ietsje koehakkig. In de stap moet hij de stap meer afmaken en in de draf heeft hij wat hoger ritme. Krijgt een derde premie.
29 heeft voldoende rastype, ietsje zware aanzet van de hals. Bovenlijn zou ietsje meer aangesloten kunnen zijn, beenwerk. Zou in de achterstand van het achterbeen iets beter kunnen zijn, ietsje koehakkig. Stapt wel takmatig, maar zou wat meer ruimte mogen maken. In de draf geldt eigenlijk hetzelfde, wel takmatig. Krijgt alles tezamen een tweede premie. Nummer 29 is getting a second premium. In de baan komt nummer 30. Vader Beert, Maaike van de Oelensprong. De vader van de moeder is Tjalle en de eigenaar en fokker is Kort uit Tijnje. Nummer 30.
nummer 30. Heeft veel ras, veel front. In de bouw zien we hem graag ietsje meer aangesloten in de rugpartij. Het beenwerk is wel korte broekspier. Zou wat meer kwaliteit mogen laten zien. De stap is wel takmatig, maar kort. Zou hem beter moeten doortreden. En in de draf zou hij in het front weer ruimte moeten maken. Wat meer schoudervrijheid kunnen laten zien. Door zijn goede ras krijgt hij nog een tweede premie. Horse nummer 30 is getting a second premium. Nummer 31 is... Maan, nummer 32, heeft veel uitstraling in het front, mooi klein hoofd, goede bovenlijn,
ietsje kort voorbeen, maar verder heeft hij goede aansluitingen. Het beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt met ruimte. Draaft ook wel met actief achterbeen. Zou wat meer, ja, wat meer langere passen kunnen maken. Iets meer de draf kunnen afmaken. Maar door zijn goede ras en bouw en zijn correcte gangen krijgt hij een eerste premie. Nou, dan komt er weer een buitje.
Je verruimt voldoende rastype, veel uitdrukking in het hoofd. In de bouw zou die wat sterker kunnen zijn. In het beenwerk is van goede kwaliteit. Hij stapt kort, zou meer ruimte moeten maken. En in de draf zou hij de pas ook wat meer moeten afmaken. Maar door zijn goede rast en beenwerk krijgt hij nog een tweede premie.
Veulen nummer 34. Mooie opzet. Mooie halsvorm. Bovenlijn is voldoende sterk. Beenwerk zou die achter, staat hij wat stijl. In de stap is die, zou die meer buiging van de sprong mogen laten zien. Twijfelde even aan de takt, maar in de tweede ronde bleef hij wel in de takt lopen. In de draf heeft hij mooie momenten laten zien. Zou hij wat meer erin kunnen blijven. Krijgt een tweede premie vanwege zijn goede ras en bouw.
30. Zou iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Is wel goed gebouwd. Het beenwerk zou die iets Frans aan de voorbeen. De stap zou die wat meer buiging in de sprong mogen laten zien, maar is wel takbatig. In het draf haalt hij wel enkele mooie momenten en krijgt een tweede premie. Nummer 35 is getting a second premium. And we have a short break till 1 o'clock. We hebben pauze tot 1 uur. Tot nu toe verloopt het vlot. Een goede opzet, mooie hoofd-halsverbinding, veel uitstraling. Het is goed gebouwd. Mooie aangesloten rug en ook goede verhouding in het beenwerk. Ruim voldoende kwaliteit, ietsje koehakkig. Stap heeft hij een paar goede passen laten zien, zou nog ietsje meer kunnen doortreden. Draaft met veel actie, met een goed gebruik van het achterbeen. Krijgt een eerste premie. Ha ha.
Paard nummer 37. Paard met voldoende rastype, goede lange hals. De bovenlijn steelt hij iets, maar verder heeft hij een lang kruis en is hij wel goede verhoudingen. Het beenwerk is iets gehoekt en zou voor iets minder week mogen zijn. Stapt wel met voldoende ruimte in de draf. Zien we graag wat meer onderbrenging in de, onder het achterlijf. En hij krijgt een tweede premie. Nummer 37 gets a second premie. Nummer 38 heeft een ruim voldoende rastype van lange hals. In de bovenlijn is ook voldoende, ietsje neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Stap laat hij voldoende ruimte zien in de draf. Liet hij weinig zien en zou hij ook meer draging kunnen laten zien. Alles tezamen een tweede premie. Nummer 38 gets the second premium.
Veulen nummer 39. Heeft een mooie opzet. Goede hoofd-halsverbinding. Heeft ook een goede bovenlijn. En met name ook het beenwerk vinden we mooi droog en goed gesteld. De stap zou die meer ruimte mogen tonen, vooral achter. En in de draf laat hij goed zweefmoment zien en een mooi gebruik van het achterbeen. Vanwege ook zijn goede rasbouw en beenwerk krijgt hij een eerste premie.
Veulen nummer 40. Heel mooi gelijnd veulen. Met een mooi front, lange hals, goede bovenlijn. Het beenwerk zouden we iets correcter willen zien. Is hij ook ietsje op dit moment wat koehakkig en in zijn knie gewricht. Zou hij even wat sterker mogen zijn. De stap heeft hij voldoende ruimte. In de draf zou hij iets meer schakelend vermogen mogen laten zien. Krijgt een tweede premie. Veulen nummer 41. Voldoende rastype van opzet. In de bouw zou hij wat sterker in de rug mogen zijn. Beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. In de stap zou hij wat meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. In de draf heeft hij ietsje hoger ritme over de been. In de gaat heeft hij wel voldoende takt. Maar alles tezamen krijgt hij een tweede premie. Nummer 41 gets a second premium.
Veulen nummer 42. Is een veulen met veel rasuitstraling, goede opzet. Is ook correct gebouwd met mooie verhoudingen. Heeft veel kwaliteit in beenwerk. In de stap maakt hij wel ruimte. Zou hij nog net iets actiever kunnen zijn, maar wel ruim voldoende takt. In de draf hetzelfde. Heeft zwong, maar zou nog net iets meer onder de massa kunnen zetten. Maar door zijn goede rasbouw en beenwerk krijgt hij een eerste premie. Is een paard met voldoende rastype, mooi klein hoofd. Bovenlijn is voldoende sterk. Beenwerk is ook van goede kwaliteit. In de stap zou hij meer ruimte moeten maken. In de draf laat hij zich heel goed zien. Krijgt een tweede premie. Number 43 gets a second premium. In de baan van paard nummer 44.
heel rassig veulen. Met veel uitstraling. Goede bouw. In het middenstuk zou hij net nog iets sterker kunnen. Maar verder heeft hij goede verhoudingen. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Zou ietsje meer bot in het voorknie mogen hebben. Stapt met veel ruimte. En ook voldoende activiteit van het achterbeen. En in de draf zien we dat hij zich heel mooi draagt. Dat het hoofd en de hals goed draagt. En een heel makkelijk loopt, een goed gebruik van het achterbeen heeft, krijgt een eerste premie. Veulen nummer 46 heeft een mooie opzet, goede lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw is hij ook voldoende, zou ietsje in de rug wat sterker mogen zijn, maar de verhoudingen zijn goed. In het beenwerk zou hij net ietsje mooier kunnen zijn in het achterbeen. Stapt met ruimte en draaft ook met ruimte, maar zou iets meer ruggebruik kunnen laten zien. Krijgt een tweede premie.
Veulen nummer 46. Heeft een mooi klein hoofd en ook een goede hoofd-halsverbinding. In de bovenlijn is hij ietsje neerwaarts, maar heeft wel de goede verhoudingen. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt met ruimte, maar draaft te kort en met weinig ruggebruik. Maar vanwege de overige goede punten krijgt hij een tweede premie. Nummer 46 getting a second premium. Heeft een voldoende rastype, een mooi klein hoofd, lichte hoofd-halsverbinding. De bovenlijn is ruim voldoende. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap is hij wat kort. Hij zou de stap meer moeten afmaken. En dat geldt ook voor de draf. Het is een wat hoger ritme. Over de benen heeft hij wel activiteit. Krijgt een tweede premie.
nummer 49. Of was het 48? Nee, 49. 49 is een veulen met voldoende rastype. Mooi licht hoofd-halsverbinding en in de bouw heeft hij goede verhoudingen. Beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap liet hij wel ruimte zien, maar zou hij nog iets meer de pas kunnen afmaken. En in de draf een te hoog ritme en te weinig draging, krijgt een tweede premie. Ruim voldoende rastype, zou in de bovenlijn ietsje sterker kunnen zijn. Beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap maakte hij wel ruimte en ook voldoende buiging. In de draf heeft hij wel buiging in de sprong, maar is hij iets hoger ritme. Zou hij wat meer draging kunnen laten zien, krijgt een tweede premie.
Veulen nummer 51. Zou ietsje meer hoofd-hals-verbinding kunnen hebben, iets meer kap. In de bouw heeft hij goede verhoudingen. Het beenwerk is ruim voldoende. In de stap zou hij achter wat meer mogen doortreden. Is ietsje gehaast. In de draf laat hij goede momenten zien met een mooi voor- en achterbeen. Krijgt een tweede premie. Horse nummer 51 is getting the second premium. Even kijken, 7,5. Veulen nummer 52 heeft een heel mooi hoofd. Luxe hoofd-halsverbinding. Bovenlijn is ruim voldoende. In de beenwerk laat hij veel kwaliteit zien. In de stap heeft hij wel voldoende pas, maar zou ietsje meer lengte kunnen tonen. En in de draf eigenlijk hetzelfde. Begint goed, maar de balans heeft hij dan wat moeite mee, maar we hebben hem toch een eerste premie gegeven.
beweging vind je het waard? Nummer 53 heeft een van prachtig grastype. Mooi hoofd, heel sprekend. Bovenlijn is ook goed aangesloten. Beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. In stap en draf laat hij ook voldoende ruimte zien. Dus ietsje in de draf zal hij nog iets meer gedragen, maar we hebben het meegenomen dat hij nog jong is, krijgt een eerste premie. Veulen nummer 54 heeft ruim voldoende rastype, lange hals. In de bovenlijn zien we hem graag wat sterker. Zowel qua rug als qua aansluiting lendenen is hij weer net ietsje strak. De beenwerk is van voldoende kwaliteit, stapt en draaft wel met tact, krijgt een tweede premie. Nummer 54.
has a second premium. We go to the last foal of this curing. Ze alle opzichten een correct veulen met veel opzet. Kan nog iets meer kracht laten zien. Krijgt een tweede premie. Ja, dat is altijd voor vrijwillig. Dat is de laatste, hè? Ja, maar een beetje allemaal. Gaan we binnen de lijst doen, want het gaat hier. Ja.